Maar papa en mama pasten heus wel goed op ons, hoor. Nou ja, blijkbaar niet altijd. Nee, we konden er wel eens tussenuit knijpen. Maar ze wisten ons altijd weer terug te vinden. En we konden altijd bij ze terecht. Later ook. Toen jij op je 17e op kamers ging en binnen 2 maanden weer thuis kon wonen. Toen jij voor 1 jaar lang naar Australië ging, waarin je veel te weinig van je liet horen. Toen jij 3 keer wisselde van opleiding. Toen jij weer thuis kwam en zei dat je de man van je droom had ontmoet en met hem zou gaan trouwen. Wat je bijna nog echt deed ook. En toen toch gelukkig niet. Ze staan altijd voor me klaar. En ze laten me af en toe ook vrij. Als wij de weg kwijt zijn, weten onze ouders ons altijd weer te vinden.